Oké, ik weet dat we het niet letterlijk nemen in het diepe springen, maar ik ben deze week toch wel echt heel blij dat het toch ook een soort van letterlijk is. Weet je waar het over gaat? Nee, ik weet eigenlijk niet meer over wie we het van vandaag hebben. Raad eens. Iemand die in het diepe sprong. Oh, Jozef, want die werd in een hele diepe put gegooid. Nee, maar de eerste letter is goed. Oké, met een J. En dan heb je dus Jozef en Jesaja. Over Jezus hebben we het al gehad. Jozua, Jeremia, heb ik het al gezegd? Nee, hij zit er nog niet tussen. Oké, een tip. Oké. Ik ken dat liedje wel. Oh, Jona, Jona, die. Ja. Oh, yes. Nick. Ja, nou, alleen... Eigenlijk zeg ik het niet helemaal goed, want Jona ging niet echt vrijwillig overboord. Hij werd eigenlijk in het diepe gegooid. Ja, hij sprong niet in het diepe, nee, hij werd erin gegooid. Maar waarom gooiden ze hem er eigenlijk in? Nou, omdat Jona de opdracht had gekregen van God om naar Nineveh te gaan. Mm-hmm. Dat wilde hij niet, dus toen ging hij mee op de boot de andere kant op. En toen ging het heel hard stormen. En het was toen gebruikelijk om te kijken als het stormde of er iemand aan boord was waar God boos op was. Oké. Oh, en toen? Nou, toen vertelde Jona dat hij ongehoorzaam was geweest. Dus toen gingen ze Jona overboord gooien. Oh joh, maar dan kwam hij dus in het water terecht, in de storm. Ja, nou ja, hij werd inderdaad uiteindelijk, toen het niet ophield met stormen, echt wel overboord gegooid. Alleen gelukkig zorgde God ervoor dat hij werd opgeslokt in een hele grote vis. In een hele grote vis? Dat lijkt me echt smerig. Ja, het is ook niet super fris, maar ja, hij leefde nog wel. Ja, dat is waar. Hij was wel gered. Ja. Dus dat laat wel zien dat ook al luisteren we niet of zijn we soms ongehoorzaam, dat God ons nooit in de steek laat.